Ja, ik word alleen wat stil met kippenvel van. En ik wil ook iedereen heel erg bedanken die meedoet. Ja. Er werden een paar honderd mensen verwacht. Het werden er meer dan 1000. Maar de massale zoekactie naar Joran Krol uit Sleerwijk levert tot nu toe niets op. Precies, dus schat tot aan de dijk hebben gestaan. Ja. Dus dat hele stuk moet verbranden. Ja. Joran verdween in de nacht van 24 december. Hij werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets zo'n 10 kilometer verderop gevonden, op de Merwedebrug. Zijn jas dook vrijdag op in de Merwede bij Papendrecht. Wordt in het water gezocht, dus dan weet je ook wel, ja, dat is gewoon waar we rekening mee houden, dat hij overleden is. Daar vanaf begin af aan rekening mee gehouden. Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar we hopen nog steeds natuurlijk wel te vinden. Want dat geeft wel ook een einde aan die onzekerheid. En je wil ook gewoon iemand thuis brengen. Daar is zaterdag dus alles aan gedaan. Er wordt een gebied van bijna 30 kilometer doorzocht. Te voet op de oevers, maar ook op en boven het water. We hebben ook heel veel aanmeldingen van sleepboten en andere werkboten. En drones in de lucht, begreep ik? Klopt, we hebben een samenwerking met SOS Drone Team. Zij coördineren alle vrijwilligers die een drone hebben. Zodat we ook weten waar we mogen vliegen. En daar kunnen we in gebieden komen waar wij niet als voetgangers mogen komen. De vrijwilligers gaan met uitgebreide instructies op pad. We willen weten waar iedereen is, wat men vindt. Ze krijgen een instructie, een reglement, een signalement, een groepsapp, maar ook een zoekgebied met een QR-code. En ze krijgen ook informatie over nazorg en weet waar je aan begint als je meehelpt met de zoektocht. Zij zijn er ook echt stil van en we hopen heel erg natuurlijk dat die vandaag gevonden wordt. Dat daarmee ook gewoon een einde komt aan de onzekerheid die er is. Er werd dus met ruim 1000 vrijwilligers gezocht. Mensen uit het hele land. Een van hen is Wilma Luibe uit Sleerwijk. Zij zocht met haar groepje in Dordrecht. Want ik ben daar dus geweest dat we aan die kant kunnen komen. Ieder ding wat vreemd is om te zien of waar je denkt van er liggen een handschoen of daar kijk je naar. Je schopt alles opzij en op die manier eigenlijk een beetje. Daar zitten 3 grote gaten in waar water in staat, maar daar kunnen wij niet in kijken. Waarom heeft u besloten om vandaag mee te helpen? Allereerst, als het mijn kind zou zijn, zou ik het ook gruwelijk fijn vinden als iemand mee ging helpen om mijn kind te zoeken. Nou, omdat ik eigenlijk wel het idee heb van, ja, ik wil toch iets doen. Ten tweede, om die ouders het gevoel te geven van, luister eens, jullie staan er niet alleen voor. Wij willen alles doen om die knul bij jullie terug te brengen. Ja, wel heftig eigenlijk. Want ja, je ziet hem eigenlijk als een hele vrolijke jongen en nu ben je eigenlijk naar hem op zoek. Het is wel heel heftig om dat te doen eigenlijk. Soepel. De 2 van die oude wijven. Ja, wij kunnen dit stukje kunnen wij niet zien en we zagen hun daar de hengel uitgooien. Dus we dachten van nou, we roepen ze even. En zij gaan voor ons nu even op de kant kijken. En ze hebben een sonar onder de boot hangen. Dus alles wat waar ze vissen, kunnen ze ook onder water kijken. Dus ja, hopen dat zij misschien wat vinden. Ik heb zelf ook een zoon van 17, dus het doet je wel wat inderdaad. Dus hij woont vlak ook bij ons in de buurt en niet dat ik hem nou echt ken, van gezicht gewoon. Maar de impact van zoveel mensen die met z'n allen gaan zoeken, ja, dat is wel heftig inderdaad. En voor die familie, je bent gewoon constant denk je, wat maken ze door? Dus zij hebben gewoon nooit geen normale kerst meer. Bizar, ja. Het borrelt heel de dag al hoor. Dat ik denk, oh man, en ik heb al een paar keer naar boven zo van, alsjeblieft help ons vandaag. Laat iemand dat ventje vinden, want dat is toch het rijkste wat je hebt als die maar weer terug is.